De 39-jarige elektromonteur Roelof doet mee aan een onschuldig onderzoekje voor websites. Althans, dat denkt hij. Hij moet antwoord geven op een heel simpele vraag. Welk lijntje is even groot als het linkerlijntje? Ja, dat lijkt makkelijk. Maar iedereen zit in het complot en gaat expres het verkeerde antwoord geven. Onze actrice Charlotte, hoi, zorgt ervoor dat Roelof zich lekker op zijn gemak voelt. Wat doet groepsdruk met Roelof? Blijft hij bij zijn eigen antwoord? Of gaat hij mee met de groep en geeft hij het foute antwoord? De presentatie, hij staat al klaar. Gebruikersonderzoek, onderzoek naar een nieuw digitaal platform. We gaan zo meteen vragen stellen waar u allemaal een antwoord op kunt geven. Ja? Als u die drie vormen ziet, A, B en C, welke vorm spreekt u dan het meest aan, meneer 1? Vorm A. Mevrouw 2. Ik ga voor B. Nummer A. A. Ook voor B. Meneer 6. B, oké. Okay. Mevrouw 7. Oké. Okay. Net als die meneer naast u. Nee, nee, u houdt ook van het strakker, of niet? Ik? Ja? Ik kies voor C. Oh, u bent in twijfel gevallen. Nee, ik heb een aparte vorm vind. Dat is de enige reden eigenlijk. Oké, okay. Ja. Want C is er een beetje tussenin. Ja. Ja. Bent u wat meer van de ronde vormen, meneer B? Ja, dat is wel... Ja. Ik breng hem. Genoeg gelachen. Tijd voor het echte experiment. Ja, we gaan door met ruimtelijk inzicht. Op deze sheet ziet u links een lijntje en rechts ziet u drie lijntjes. Genaamd A, B en C. De vraag aan u is, welk van de lijntjes A, B of C correspondeert met dit lijntje? Iedereen geeft nu eerst nog het goede antwoord. En dan mag u nu het antwoord geven, meneer 1. B. Maar 2. B. 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 Ja, hetzelfde B. B, oké. Okay. De volgende. Welk lijntje is even groot, meneer? B. Ik denk ook B. Nummer B. 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 Ik zie het niet helemaal, maar ik zie C, maar ik zal mijn leggen. Oké. Okay. Oké, we gaan door naar de volgende. En weer geeft iedereen het foute antwoord. A. Mevrouw 2. Ik denk ook A. Meneer 3. Zullen we A? A. A. Mevrouw 7. Ja, A. En meneer 8 tot slot. Spreek het luid en duidelijk uit, het antwoord. Oké, pak de tablets maar, jongens. Wat doet Roelof? Gaat hij meespelen met de groep of blijft hij toch gewoon normaal zelf nadenken en kiest hij het juiste antwoord? Gaat hij mee met de groep is de vraag. Ja of nee? En voor hoeveel punten ga je spelen, Fred? Jullie zeggen allebei nee. Wat zegt deze man jou als je hem zo ziet? En waarom kom je hierop? Ja, ik denk dat hij wel twijfelt, maar dat hij gewoon zijn eigen antwoord... Ja, want dit is zo simpel. Is zo duidelijk. Ja, ik heb het al fout. Ik zie het al. Nee, joh, helemaal niet. Sowieso ja. Het is shit. Nee, jongens, we gaan het zo meteen zien. Ja, ik voel het alleen omdat je dat dacht. Ja, dat denk ik. Ja, hij is compleet in de war. Maar ik zou ook in de war zijn. Ik denk, jullie zijn hier allemaal joppig, zou ik denken. Dus het is wel makkelijk om daar mee te gaan. Maar ik denk toch dat hij denkt, nee. Dit is zo voor de hand liggend. Maar hij is ook wel afgeleid door die dame naast natuurlijk. Die knap, met die ronde vormen. Zullen we gewoon gaan kijken? Ja. Daar komt hij. Wat doet Roelof? A. Mevrouw 2. Ik denk ook A. Meneer 3. Zullen we A? A. A. Mevrouw 7. A. En dit 8 tot slot. Spreek het luid en duidelijk uit. Het antwoord. Ook A, ja. Ik versta hem niet. A. A, zegt hij. En dan gaat Roelof voor de bel. Hij volgt de groep en geeft alleen nog maar foute antwoorden. Yes. B. 3. B. 4. B. B. Ja, B. En meneer 8, u zegt ook B. Ja, A. Ook A. U zegt ook A. Een beetje. B? Ja, ik zeg ook B. U zegt ook B. Oh. Hij is gewoon helemaal, hij denkt... Ongelooflijk, ja. Hè? Maar dit is toch die groepsdruk? Ja, maar ik ben heel niet graag gevoelig voor. Nee, nee. Hey, groepsdruk, bestaat dat ook binnen een elftal? Zeker. Ja, een vrouw. Ja, wij doen vaak allemaal gekke spellen en zo. En dan moet je aan meedoen, bedoel je? Nou, dat vinden mensen wel leuk als mensen meedoen. Maar uiteindelijk, weet ik veel, kaartspellen met gekke opdrachten en zo. Dus ik heb ook wel eens, was ik dik aan het verliezen. Toen moest ik het volgende spel helemaal naakt meedoen. Maar toen zat ik op de gang.
Huh? Maar ja, dat doe je natuurlijk in een hotelkamer. Maar dat doe je natuurlijk niet zo snel. Maar ja, dat was omdat ik het spel verloren heb. En toen kwam mijn coach met de lift uit. Nou, maar het is niet vanzelfsprekend dat je naakt op de gang eindigt, maar toch? Dat doe je natuurlijk niet. Als je met z'n tweeën... Dat is echt groepsdruk, hè? En jij dacht dus dat... Maar groepsdruk heeft ook te maken natuurlijk met mode, denk ik. Want de trends worden gemaakt door groepen. Ja, maar ik denk ook juist door individualisme. Zo, hoe? Die dus. Nee, ik ben ook helemaal niet goed in groepen. Ik ga ook altijd als een festival gaan of een vakantie. Ik wil nooit met veel mensen op vakantie. Want dan moet je inderdaad doen wat zij willen. En dat wil ik dus niet. En dan krijgen we ruzie. En dan gaat het mis.